Universiteit van Nederland. Wie bij de Grondwet aan een niet te hachelen dik boek denkt, geen zorgen. De Grondwet is eigenlijk heel behapbaar. De Grondwet, uh, ja, dat zijn maar een paar bladzijden. Het zijn ook hele kleine lettertjes. Klein, uh, maar wel uh, heel uh, belangrijk. Want die lettertjes, hoe klein ze ook zijn, hebben een gigantische invloed op elke dag van je leven. Vaak zonder dat je het in de gaten hebt. Een tijdje geleden een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En daar werd mensen ook gevraagd: van, maak jij wel eens gebruik van je grondrechten? En heel veel mensen, ik denk twee derde of zo, die zeiden: nee, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. En het eerste wat ik dacht was natuurlijk: maar ik doe dat de hele tijd. Ik doe dat elke dag. We pakken er een veldonderzoekje bij van een satirisch VPR-programma. Als ik zag het artikel 1, discriminatieverbod. Dit schetst hetzelfde beeld. Ja, die kan weg. Discriminatieverbod. Er gaat dan een dikke streep doorheen. Is het wel zo belangrijk die grondwet? Demonstratierecht ligt dan wat voor gedemonstreerd wordt. Of kan er inderdaad wel het een of ander geschrapt. Artikel 10 privacy streep door. Streep door. streep door. Streep door. Op. Oké. Okay. Ruim blijker op zou. Waarom is schrappen in de grondwet zo'n ding? Wie het als haar taak ziet om ons af en toe met de grondwet om de oren te slaan, is Ingrid Leijten, hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht aan Tilburg University. Wat vindt zij van de reacties in dat fragment? Het is vaag en het blijft een beetje theoretisch en abstract. Je ziet dat voor die mensen, als, als er zo'n zin wordt opgelezen uit de Grondwet, ja, dat je daar dus niet het idee bij hebt dat dat ook iets is wat jou beschermt. Het feit dat we onze mening kunnen uiten, dat we mogen demonstreren, dat we kunnen stemmen, op straat mogen lopen zoals we willen, trouwen met wie we willen. Er zijn zoveel vrijheden die we. Eigenlijk heel sterk voor lief nemen, hè, omdat ze in Nederland vast liggen en, en we er heel erg aan gewend zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ze ons nooit kunnen worden afgenomen. Want politici willen nog wel eens de bezem door de grondwet halen. Natuurlijk kun je de grondwet veranderen. De Eerste Kamer afschaffen, wat de PVV voorstelt. Het Koningshuis afschaffen, wat de GroenLinks Partij van de Arbeid voorstelt. Heel veel uh, dingen waar de PVV al lang voor staat, ja, daar zitten echt wel rechtsstatelijke problemen aan. Dus islamstandpunt, dubbele nationaliteit, nou, no noem maar op. Ik vind het triest dat ik moet meemaken dat onze grondwet en de basisrechten van de burgers tot onderwerp van discussie in een informatie worden gemaakt. Dat kan toch niet? Gemorrel aan deze wet der wetten is van alle tijden. Toch houdt hij al 175 jaar stand. 175 jaar grondwet. En dat is de grondwet van Thorbengen. Maar eigenlijk is die grondwet in Nederland nog ouder. We hebben namelijk een van de oudste grondwetten ter wereld. Dus de eerste geschreven grondwet, ja, die dateert al uit 1814-15. En dat die eerste grondwet toen geschreven werd, is niet toevallig. Dat was natuurlijk ook een tijd waarin je zag dat op verschillende plekken burgers in opstand kwamen. Je had in Amerika de Declaration of Independence. Het is een revolutionary document. In Frankrijk, ook de Franse Revolutie. Ja, het hele idee daarachter was natuurlijk dat de burgers ook zelf zeiden: wij zijn vrij en wij bepalen samen wat voor overheid we creëren, wat voor staat we creëren en wat die staat wel en niet voor en met ons mag doen. Onze staat in die tijd werd aangevoerd door Koning Willem II. Hij zag hoe in buurlanden vorsten werden vermoord en weggejaagd en bedacht een plan om het volk tegemoet te komen. Heili Thorbecke, zeg maar de Nederlandse huisjurist, de grondwet schrijven. 142 artikelen, waarvan de eerste 23 misschien wel het belangrijkst. Hoofdstuk 1 legt eigenlijk de grenzen aan die bevoegdheden vast. Daarin staan onze grondrechten. En dat is een beetje een moreel kader. Artikel 1. Iedereen is gelijk. Artikel 2. Je mag niemand zomaar het land uitzetten. Artikel 3. Iedereen kan een baan krijgen bij de overheid. Artikel 4. Iedere Nederlander mag deelnemen aan verkiezingen. Artikel 5. Iedereen mag klagen bij de overheid. Artikel 6. Je mag geloven wat je wilt. Je kunt ze grofweg opdelen in. De klassieke rechten de overheid moet vooral van ons afblijven. Artikel 7: je mag zeggen wat je wilt. Artikel 8: je hebt het recht om een groep te vormen. Artikel 9: je mag protesteren. Artikel 10: je hebt recht op privacy. Artikel 11: jij bepaalt wat er met je lichaam gebeurt. Artikel 12: niemand mag zomaar je huis binnengaan. Artikel 13: niemand mag stiekem je post lezen. Hoe ver gaan die grondrechten en kun je er altijd een beroep op doen? En zo was er een, een mooie zaak van iemand die een verfbommetje gooide naar de gouden koets en daar vervolgens voor bestraft werd. Diegene beriep zich bij de rechter op zijn vrijheid van meningsuiting. En daarom zou hij niet mogen worden bestraft, want dat was dus een ja, beperking van zijn grondrecht. Maar de rechter zei daar: Nou, het gooien van een verfbommetje, ja, dat vinden we toch geen. Grondrechtelijk beschermde meningsuiting, omdat je niet echt onderdeel bent van een bepaald debat op dat moment. En datzelfde geldt, het grondrecht op vrijheid van godsdienst. Misschien een, een bekend voorbeeld is wel um, het, uh, de, de mensen van het pastafarisme, die bijvoorbeeld voor de rechter hebben aangevochten dat zij. Uh, voor de pasfoto's op hun paspoort uh, geen vergiet op hun hoofd mochten hebben. En ze zeiden: "Nou ja, dit is onderdeel van onze godsdienst, het pastafarisme, en dit is een uiting daarvan. Dus u beperkt mijn grondrecht." Uh, maar ook daar heeft de rechter gezegd, en het is niet altijd heel makkelijk te bepalen, maar ook daar heeft de rechter gezegd: "Ja, dit, dit valt niet onder een consistente uh, godsdienst, en je kunt je dus niet op dat uh, recht beroepen in dit geval." Artikel 14. Ze mogen niet zomaar aan je spullen komen. Artikel 15. Niemand mag je zomaar opsluiten. Artikel 16. Je krijgt alleen straf als je iets doet wat verboden is. Artikel 17. Je hebt recht op een rechter. Artikel 18. Je hebt recht op een advocaat. Aan de andere kant de sociale grondrechten waarbij we dus van de overheid, van de staat ook zorg verwachten op terreinen van wonen, gezondheid, en milieu. Artikel 19. De overheid probeert te zorgen voor werk voor iedereen. Artikel 20. De overheid probeert te zorgen dat iedereen genoeg geld heeft om van te leven. Artikel 21. De overheid probeert te zorgen voor een schoon milieu. Artikel 22. Iedereen mag wonen, gezond zijn en leuke dingen doen. Artikel 23. De overheid zorgt voor onderwijs. Oké, okay, hoe werken deze wetten dan in de praktijk? Als ik bijvoorbeeld geen huis kan vinden, kan ik dan de overheid aanklagen? Nee, dat, uh, dat ligt iets ingewikkelder. We kunnen niet een bepaald resultaat verwachten en zeggen: Nou, als morgen niet iedereen een dak boven zijn hoofd heeft, dan wordt de grondwet geschonden. Dat komt omdat juist bij die sociale rechten natuurlijk ook veel politieke afwegingen komen kijken. Een regering die aan het ene kant van het spectrum zit, die zal misschien nog wat meer geld uh, stoppen in huisvesting. Uh, een meer liberale regering die zegt: Nou. Dit laten we uh, vooral over aan de markt. Dus de staat heeft een plicht, maar je kunt niet van de rechter verlangen dat hij ja, de politiek helemaal doorkruist uh, en jou uh, morgen een sleutel van je nieuwe huurappartement bezorgt. Goed, terug naar de beginvraag. Kunnen we schrappen in de grondwet? Schrappen sowieso niet. Af en toe uh, iets toevoegen zou ik zeggen. Onze grondwet is natuurlijk heel oud, hè? ik zei het al, uh, maar tegelijkertijd de samenleving verandert wel. Dus we willen soms wel iets aanpassen in die grondwet. Nou, ook dat is een beetje een spanning. Want je wil niet te snel dingen uit die grondwet kunnen gooien die we belangrijk vinden. Maar tegelijkertijd wel de mogelijkheid bieden ja, om dat document met de tijd mee te laten bewegen. Je mag best aan de grondwet zitten, maar hoe ver mag je gaan? Hier had Huisjurist Thorbecke al lang over nagedacht. Hij bouwde verschillende beveiligingen in. Een soort kluis in kluis in kluis constructie. Dat betekent dat we de procedure voor aanpassing van de grondwet, staat in de grondwet zelf, artikel 137, dat we daarin een zware procedure hebben opgenomen. Je moet een voorstel hebben voor wijziging van de grondwet. Daar komt een advies over. Beide kamers moeten daarmee instemmen. Maar daar houdt het niet mee op. Dat is eigenlijk het normale wetgevingsproces. Voor een wijziging van de grondwet moeten er dan verkiezingen zijn geweest. en een nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer. En dan moet er nog een keer over gestemd worden. door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. En die moeten dan zelfs met twee derde meerderheid. dat voorstel tot wijziging van de grondwet aannemen. Dus je kunt de grondwet niet in één regeerperiode wijzigen. En het idee is dus ook dat als je een keer een regering hebt. Uh, met bepaalde sterke ideeën, uh, dat die niet zomaar die hele grondwet naar haar hand kan zetten. Maar dat je uh, eigenlijk continue support, dus ook na een verkiezing waarin wij als burger ons daar ook over kunnen uitspreken. Doordat we misschien stemmen op een partij die juist tegen die wijziging is. Als dan nog steeds. Een tweederde meerderheid het eens is met de wijziging, ja, dan, dan kun je het aanpassen. Zo'n aanpassing, uh, daar gaat dus snel uh, een jaar of uh, zes overheen. De grondwet zorgt dus goed voor zichzelf. Aanpassen kan zolang er maar goed over gesproken wordt en wij als het volk de tijd hebben gehad om ons er tegenaan te bemoeien. Toch bleek in het verleden deze beveiliging alleen niet voldoende. Je kunt natuurlijk ook uh, terugdenken aan uh, de, de Tweede Wereldoorlog en Nazi-Duitsland, uh, waar je met een politieke meerderheid, met democratische wetten, bepaalde groepen uh, hun rechten vrijwel volledig ontneemt. Um, en dan heb je een grondwet, maar ja, dan, dan pas je die aan of je houdt je er niet aan. En dat heeft ook de internationale gemeenschap uh, wel wakker geschud. Uh, en heeft er ook voor gezorgd dat we al die grondrechten niet alleen in onze eigen nationale grondwetjes vastleggen, maar dat we ook op internationaal niveau, bij de VN, uh, op het niveau van de Raad van Europa, dat we ook daar al die dingen opschrijven. Dat is dus die kluis in kluis in kluis constructie. En dat we als staten zo ook elkaar erop kunnen aanspreken op het moment dat er een nationale regering is, uh, ja, die, die bepaalde uitgangspunten aan haar laars slapt. En dan kan er zomaar iemand van de VN bij je op de stoep staan. Als je een huis hebt, tenminste. Ja, er was een uh, special rapporteur van de VN op bezoek. Uh, een special rapporteur over het recht op wonen. Die dus ook in Nederland heeft gekeken. Of we ook uh, ons houden of de regering zich houdt aan het ja, internationale grondrecht op wonen. En daar was eigenlijk wel de conclusie dat uh, Nederland daar te weinig uh, voor heeft gedaan. Je moet dus ook oppassen dat je te veel aan de markt overlaat uh, en vervolgens de markt de schuld geeft. Want in de grondwet. Maar dus ook in verdragen staat wel dat je als overheid de taak hebt om daarvoor te zorgen en dat je die dus heel serieus moet nemen. En zelfs, we hebben een Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Als jij vindt dat de Nederlandse staat, en je hebt dat in Nederland aangevochten voor de rechter, zich nog steeds niet houdt aan de grondrechten, dan kun je naar die rechter in Straatsburg en dus tegen jouw staat procederen. En zo hebben we dus, ja, uh, um, uh, zijn we wijzer geworden op een bepaalde manier. En hebben we naast die nationale grondwetten eigenlijk een heel gelaagd systeem aan waarborgen. Uh, om ook ja, de gedeelde waarden echt, uh, echt te garanderen. Dank je Ingrid voor deze les in kleine lettertjes. Tot de volgende.